En Dua Lipa en One Kiss hier op IJsselstort. De beelden van de wedstrijden zien vandaag en ook gisteren gesproken. Die zijn trouwens een uur na afloop al te bewonderen via de site van het sports. Op de YouTube-paar van de dag van het sportsnieuw voor de kinderen gekomen in de kast. Maar ik denk dat we weer terug gaan naar de wedstrijden. Beginnen op veld nummer 2 deze keer bij Hans Stofkoper voor de wedstrijd tussen Zwervers en Manchester United. Ja, een leuke wedstrijd en nu weer opnieuw in de Zwervers weer in de aanval. Ja. Dan hebben we denk ik, en gaan we even kijken, veld nummer 1 bij de wedstrijd tussen Olympique Lyonnais tegen PSV in de Kruipel. Ja, waar we inmiddels al bijna 3 minuten gespeeld hebben tussen deze twee ploegjes. De Nederlandse ploeg, het is de ploeg in het wit, dat is PSV tegen Olympique Lyonnais. Die het meeste bal zit tegen de meeste kansen. We hebben gehad een scrimmage voor het doel, komt net weggewerkt worden voor het doel van Esteban van Lyonnais. Die is ook bij PSV die in de aandacht is. Als ze snel zijn, is een Lazia die weg is, maar dan besluit de scheidsrechter de aanval af met een speler van PSV gebaseerd op de grond ligt. Waarin het spel hier even speel ligt, maar de bal rolt wel bij of de veldtreders niet overal contact is, maar dat kunnen jullie denk ik beter voorkomen. Inderdaad, gaan we even kijken of we weer contact kunnen krijgen met Hans Stofkoper bij de wedstrijd tussen Zwervers en Manchester United. Nee, daar hebben we dus nog geen contact meer met Hans Stofkoper op veldtreders. Hands up, put your arms in the air, and ready to fight.
André Hazen junior en Leef worden hier op IJsselsport op de Rekkaan-Drempen, Radio Capelle en ook op Omroep Zuidland. Gaan we naar veld 2 bij CVV Zwervers tegen Manchester United. CVV Zwervers is een beetje nog in de aanval geweest af 40 minuten anders. Nou ja, ik heb... Kijken op veld nummer 1 of PSV en Olympique Lyon een gelijkwaardig tegenstand kunnen bieden aan elkaar. Hè? Het is zeker een levendige wedstrijd hier in de 9e minuut zitten we inmiddels. En beide ploegen hebben wat kansjes gecreëerd. PSV wel de grotere kansen, maar echt levensgevaarlijk. Nou, die had erin gemogen, heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien. Misschien nu als PSV weg, maar echt kan voor de kant. Zeker midden over, maar daar zit. Olympique Lyon heeft een goed tussen en best wel goed aan de bal. En de heeft de groot nu weer de bal. Nee, dat de training wordt gemaakt door PSV net over de midlijn. Dat hij kan gaan worden voor Leven. Dan doet hij dat waarschijnlijk achteruit. Ja, dat doet hij inderdaad achteruit naar Abbas. De bal naar zijn compa in de achterin. En hij weet te spelen van die nummer 7 draagt. En zijn gaat achterin staan. Waarschijnlijk zou het wel fijn zijn van iemand die nummer 7 draagt. Dat gaat dan wel. Ieder geval, hij die. Rijk heeft de bal met spelen aan Sar, geeft hem dan aan de grote duur. Die geeft hem weer terug aan Sar. Sar halverwege het veld, die heeft eerder gespeeld dan de bal en die kan PC overnemen. Met Oester geeft hem dan weer van Willems weg te sturen, maar dat lukt niet. Olympique Lyon kan overnemen met Leven. Ziet dan dat Bordeaux vrij staat, die geeft dan aan de linkerkant, dan moet Kieper uitkomen. Dat doet hij ook wel, hij zit dan mis en dan is het een ternauwernood tot corner. Nee, het is niet eens een corner, ternauwernood. Nog opgepakt door de dame van de branden die de bal nu in de hand heeft. En ziet dat een medespeler van hem geblesseerd op de grond heeft. Dat is voor hem toegestaan. Dan zitten we in de 10e minuut. Tussen de wedstrijd tussen Olympique Lyonnais en PSV. En de stand hier is nog altijd 0-0. Dankjewel Joep. Gaan we kijken of ze bij 7 Zwervers tegen Manchester United weer begonnen zijn aan de tweede helft. Hans Stofkoper. Nou, je hebt helemaal gelijk. We zijn nog in de 14e bezig. Terwijl nu Zwervers weer in de aanval is, wordt er vanaf afstand geschoten. Maar ja, dat is een bijna een rustig terugspeelballetje. Zo lijkt het erop. En dan kan gewoon Manchester United, die eigenlijk nog een grote kans hebben gehad. Eén keer waren ze vrij dicht bij een doelpunt. Toen de bal goed voor werd gezet door Ethan Wheatley. Maar toen was het Adam McCoy die er dus niet bij kon. Nu in de achterhoede de bal bij Manchester United. Gaan proberen in de diepte te zoeken. Nee, dat duurt te lang. Ja, nu wel. Nu wordt de diepte gezocht. Wordt er weer afgetroefd. En dan is het toch... ja, nu... Oh, jammer. Luna die... ja, ik zeg al, dat wordt voor mij, en daar kun je op rekenen. Die krijgt de prijs van de beste, vrouwelijkste speelster van dit toernooi. Want die speelt echt heel goed, Luna Meestinska. Nu ook weer een goede actie. Lukt het net niet, maar ja, ik herinner me nog gisteren dat schitterend is dat ze tegen Ajax maken. Maar hier zijn we in ieder geval begonnen. We zijn weer bijna 2 minuten bezig in de tweede helft. En de stand is nog steeds 0 tegen 0. Dankjewel. Gaan we kijken of bij de wedstrijd tussen Olympique Lyon en PSV Joep Kruijten nog niet gescoord volgens mij. Het spel heeft ook relatief vaak stilgelegen tegen blessures aan de kant van PSV, maar inmiddels hoort de bal wel weer. Het is PSV die mag gaan aan. Gaat proberen de lijn ook zeker en gebeurt dat ook nu. Maar een grote passing wat er gedaan is dan best wel Fortja in de afvolging. Maar ik ben niet bij de bal, kan de bal doorgeven worden. Kan wel dat PSV misschien nog profiteren als de bal doorschiet. Dan lukt dat bijna, maar van Estland is het iets te laat bij de bal. Is dan PSV die de bal in de kant ook nog staat. Aan de linkerkant die iemand goed staat. Ik zag ze wel op een papier staan, maar ze hebben niet naar de kant. Van Esther die de bal heeft. Dan kan Olympique Lyon terug gaan zijn. Dan kan hij gaat dan op de bal staan. Dan kan Olympique Lyon misschien overnemen. Met hoe die de bal heeft. Maar die raakt de bal niet helemaal onder controle. Geeft dan. Krijgt wel een inbord op mee die genomen mag gaan worden. Door iedereen in de zaal. Als hij de bal heeft, beter op. Dan gaat hij ineens gedaan. Een paar meter op de helft van de PSV. Maar nog een paar metertjes voordat hij de bal in kan. Is hij inmiddels dan wel gedaan. Is het zijn hier. De bal teruggeeft aan Rijk die dan aan zijn partner en klein achterin de bak ziet mee te spelen. Die heeft een grote passie naar zich van links ruimte. Als de bal goed is, komt deze aan de beste niveau. Is niet goed, wordt wel weer opgevangen door Leven. Die dan aan de linkerkant weer probeert een aanval op te zetten. Wordt wel verdedigd. Is een dribbel. Laudia die probeert aanval op te zetten. Maar dan is dit inpas.
plaats weer te slecht. Is het Van den Branden die de bal uit kan trappen, waardoor het gevaar gegeven is. Hier bijna 13 minuten gespeeld. De stand hier op 0-1 is voor Alleen. Gaan we even snel kijken op dat andere veld bij de wedstrijd Manchester United tegen 7 reserves. Wat is de tussenstand voor jou, Hans? Ja, het is nu 1-0 geworden voor Manchester United. En ik kan zeker niet goed zien wie het zwervers gaat winnen. Jammer, want ze hebben de kansen gehad, terwijl nu ongeveer halve elftal van bewijzen wordt bij Manchester United. In ieder geval jammer voor de zwervers. Gaan we even kijken op het andere veld bij de wedstrijd Olympique Lyonnais tegen PSV Hugh Kruikel. Waar we in de laatste 2 minuten zitten van deze eerste helft. Het is nu de speler die probeert op te lopen met Kim die achterin. Die staat in, geeft dan een paas naar voren. Dit is de eerste die de bal inspeelt naast de linksback. Die geeft dan een lange bal, een diepe bal. Probeert dat geweest, maar die wordt dan geschept door mij. Die wordt dan ook wel direct de bal kwijt is aanwezig. En nu weer kan gaan denken aan de aanval die wel eventjes terug probeert. Dan Bakkali in te spelen, maar dat gaat dan niet helemaal goed. Olympique Lyonnais overnemen, maar dat is van korte duur, want de PSV heeft inmiddels de bal wel weer terug. Dus de Gomez van Hulgen die de bal heeft hem dan aanvoeren. Die dan alle tijd heeft om wat te zien. Olympique Lyonnais is een beetje teruggezakt. Niet zo goed voor zich. Maar de gewonde bij de rest heeft de tijd een lange voortdruk. In de halfweek helft Olympique Lyonnais besluit dan de bal een klein beetje teruggeven. Nou, zijn rechtsrechts zit daar dan wel tussen. Die geeft dan de boost die dan zijn aanvallen diep. Is dat Bohuli die dan diep gaat, want dan moet het verdedigd worden door Preston. Dat lukt dan uiteindelijk half, want het is wel de aanval van Olympique Lyonnais. Die geeft hem dan aan Noël. Die dan ziet dat hij de bal aan het overnuur kan geven. Die loopt zichzelf dan vast bij een PSV tegen. En die kan dan nu gaan aanvallen. Dus het is PSV. Dus de windlijn overstoken heeft. Met een mooie actie in huis. Maar dan is het uiteindelijk Nike de bal binnen weten. Nou, kijk hoe de klok is. Een halve minuut spelen ze in deze eerste helft. Tussen Olympique Lyonnais en PSV. Dus de PSV in de bovenste interesse nog bij de helft. Omdat er ruimte is om in te spelen op een helft. Even de bal in zijn voet wil halen. Dan kan hij alleen aan de rest doen. En de tijd heeft om iets te doen. De bal ook keurig afgaat dan met een tweetje. Dan is het een rest van 10 minuten. Dan is het uiteindelijk een hele Olympique Lyonnais in de tijd. Dan heeft hij wel echt een rol op de voor. Door PSV. Niet op de helft van Olympique Lyonnais. De rest van de voetbal heeft daar dan staat daar achterin aan de bank van Kaps. Die bal weg. Nee, die kan gaan counteren, maar dat is te snel zijn, kan het gevaarlijk. Aan de rechterkant is Noyo. Die gaat dan zijn tegenstander voorbij. Die is nog steeds aan de bal. Dus hij moet de tweede man voor zich. Dan is zijn paas nog relatief goed. Dan kan Olympique Lyonnais 6 meter gebied in. Maar dan is het laatste moment is het Preston die daartussen ligt. Het is wel Olympique Lyonnais de tweede bal opeten. Dan is het zijn. Misschien kan hij schieten. Nee, hij besluit om de paas naar links te geven. Is dat niet goed? Kan Olympique Lyonnais van PC overnemen. Dan gaan we aan met Willems. Hij kan weg kunnen gaan. Hij heeft zichzelf vast. Dus Olympique Lyonnais met Bovenmuur die kan aan de aanpak nemen. Geeft hem dan aan Neuer aan de rechterkant van het veld. Dan gaat het 6 meter diep. Dus hij gaat het dan voorbij. Die kan schieten. Die schiet dan ook aan. Maar zijn bal gaat over het doel van de Van den Branden. En dat zal waarschijnlijk de laatste actie zijn van deze eerste helft. Want ik kijk op de klok. We zijn weer bijna de 16 minuten op mijn stopwatch. Naast een helft 15 minuten duurt, gok ik dat het niet zo heel erg lang meer zo duurt. Is het nog wel Van den Branden die de bal in het spel mag nemen. Dan heeft hij heel veel gedaan naar Van Hogen. En is daar het rustsignaal op de ruststand opgelegd. En het is Olympique Lyonnais en PSV is 0 tegen 0. IJsselsport, het enige programma met uithoudingsvermogen. Thank you.
Frankrijk van Willy Parton, 9-5. Hier op IJsselspunt gaan we kijken bij de wedstrijd tussen Zeker, Vins Werkers en Manchester United. Gaan we even kijken wat daar ons stofkoop doet. Nog 5,5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Nog steeds leidt Manchester United met 1-0. Maar nu misschien weer een volgende tegenhouden. Het was een hele goede, ja, daar komt hij weer. Dus een goede tegenhouden. Ah, jammer. Het is, was daarnet de Jantje van de Kust die probeerde om zijn tegenstander heen te komen. Dat lukte. Maar toen was hij niet. Bij die andere wedstrijd, namelijk Olympiek Lyonnais tegen PSV. Is PSV Thomas tegen de Franse krachten? Ja, nee, het staat nog steeds 0-0, dus ik weet niet of dat Thomas is. Maar we zijn inmiddels bijna 1 minuut en 25 seconden bezig in deze tweede helft. Dus nu PSV die probeert om een aanval op te gaan zetten. Dus Jupiter Meulen die neergaat namelijk wel met best wel goed, ja. En dat levert een vrije trap op voor PSV. Een paar meter over de middenlijn. Dan is hij inmiddels snel genomen door die opgejaagd door Bohuni. Maar dan ziet dat ook al terug op een gegeven moment. Daar zijn we. Snel veranderen, want daar zit Bohuni tussen. Die heeft dan uiteindelijk ook de bal. Ziet dan net dat Bohuni weggelopen is. Hij geeft dan ook de bal. Dan moet hij van de rammen eruit komen. Dat doet hij dan ook goed. En heeft de bal dan ook gewacht. En het gevaar is geleden. Dus een goede aanval van Olympique Lyon. En verwacht dat natuurlijk aan de fout van PSV. Maar Van de Branden pakt de bal uitstekend. En nu mag PSV van denken aan. Die bal wel goed zijn, dat is hij niet. Zit ook Pieter Jongen tussen, is dat Miljoen die weg is, recht dan van het veld. Die gaat dus de 6 meter kunnen, geeft dan die bal af, maar die bal is dan net iets te zacht. Kan nog gewerkt worden tot de corner voor Olympique Lyonnais. Gaat die ontzettend lange actie weer mee van achteruit. Wordt de corner genomen, nemen die nog even mee door Bessel Pita. Getrapt vanaf Van der Branden, vanaf links getrapt. Wordt de bal klaargelegd. De korte variant was tegen voorgerestel voor Olympique Lyonnais. Was doeltreffer tegen Manchester United. Nu is het wachten. Die bal vanaf links ook voor van Texas. Dan kan hij ingesteld worden. En is het ook een doelpunt. Is het doelpunt voor Olympique Lyonnais? Is het Gino Kuhuli die Olympique Lyonnais op een 1-0 voorsprong brengt? De PSV. Dankjewel, Joep. Komen we zo meteen terug bij jouw wedstrijd. Gaan we kijken bij die andere wedstrijd. Manchester United 2 van 7 wedstrijders. Nou, niet meer hoor, want het is hier. 2 voor United en 1 voor Zwervers. Het is weer gelukt. Het was Jason Kluivert die goed doorzette. Alleen op de keeper afging. En toen hem eigenlijk een volledige kansloos niet met een lage schuiver in de beneden doet. En we hebben hier nog een minuutje of 2 te gaan. Nou, ik ben benieuwd hoe het hier verder gaat lopen. Want er zit misschien nog wel een gelijk spelletje in. Hoewel natuurlijk Manchester United blijft verdedigen. Nou, Paul wordt weer door Kluivert ingegooid. Verder inworp. En daar, dat was ook weer naar Luna Mestinstra. Maar die knokt ook voor wat ze waard is. En is het nu weer Kluiver die de bal heeft? Die wordt, wordt niet tegen de grond gewerkt. En dan kan misschien Manchester United uitbreken. Een brede bal wordt gespeeld op de Williams. De Williams, ja, jammer, die was de bal diep. En dan kan misschien proberen Zwervers ook weer een tegenaanval op te zetten. Om misschien alsnog die gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Met nog ruim een minuut officiële speeltijd gaan we dat nog meemaken. Hoewel, aan de linkerkant. Nu Manchester United uitbreekt en dan komt die bal. En nu is het wel buitenspel, wordt voor gevlakt. En er wordt voor gefloten. En dan kan in de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd. Kan misschien Zwervers nog wat terug doen. Bal nu naar voren gespeeld. Ja, dat is zonder eigenlijk te kijken waar die bal kwam. Je ziet Kluiver die de bal weer verovert, maar dan wordt hij weer goed verdedigd door Manchester United. En dan
lange bal had het moeten worden, maar die gaat rond de middenstip de lucht in. En dan die Duvel, dat is toch wel een heel goed voetballertje, die Shorlacy, die daarnet die penalty ook echt verdiende. Na een hele mooie soloactie is de bal nu weer bij United. Nog een halve minuut officiële speeltijd. En dan, ik zag de scheidsrechter al even op zijn horloge kijken. En dan komt nog een keer Manchester United in de aanval. Aan de bal bleef er. Goed ingegrepen achterin. Lange bal naar voren. Proberen de spitsen te bereiken. Maar dat lukt niet. En het is United wat nu de aanval opent aan de linkerkant. Dat gaat via Kieran Merrison. Kieran Merrison, één man voorbij. Blijft bij de cornervlag lopen. Tweede voorbij. Gaat dan voortrekken. En dan komt hij niet direct bij Casey. Maar dan wordt er, ja, nu is het balverlies. En, ja, er is een overtreding. Ja. Dat is jammer. Luna Mees-Tienstra, die denkt, ik kan er niet bij. Dan duw ik mijn tegenstander ondersteboven. Helaas, de scheidsrechter zag het ook. Terwijl United nu weer in de aanval is, zitten we inmiddels in de blessuretijd. Lange bal naar voren, dat is mogelijk. Ja, dan komt de lange bal. Ja, dan, als je die bal mee kan nemen, dan komt hij weer. Jammer. Het was de Jante van de Kust die nog een keer alleen richting de keeper ging. Alleen ja, het schot dat was een beetje gekraakt, een moeizame, de bal stuitte nog op. En toen was uiteindelijk het schot was te zacht. En toen kon de keeper Forsjouw die bal heel makkelijk op. Nou, nu een overtreding. Terwijl ik denk dat we zo ongeveer aan het eind van de wedstrijd zijn. We zitten al bijna een minuut in de extra tijd. Terwijl een lichte blessure is. En dan is het jammer voor spelers. Ze hebben de kans gehad om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Een paar keer alleen op de keeper af. En er komt nu een verzorger in het veld, dus ik geef even terug aan de schuur. Dankjewel Hans. Dan gaan we door naar die andere wedstrijd, namelijk Olympique Lyonnais tegen PSV. Wie is nou eigenlijk de betere van de twee? Wil je met antwoord op basis van scoreopportunistiek of op basis van het veld? Het veld. Ja, dan is het antwoord ongeveer hetzelfde. Olympique Lyonnais heeft op zich nog wel de grootste kansen gehad. Zojuist was het Novemuur die voorgaf en Bohemi. Bordini die kon zijn tweede van deze wedstrijd maken, maar hij raakte blankeerd en de vader ging zijn doelpoging ook niet doen van Van den Branden die dan in de doeltrap mocht gaan nemen. Dus ik wel PSV die aan probeert te zetten met Jena Riksen, geeft de bal terug aan de Vermeer, die de bal dan weer inspeelt naar Plessen. Die de bank staat op de derde eigen helft, krijgt hij dan weer terug naar een 1-2'tje. Nog steeds pressen. Je ziet dan dat het diepgang is bij Lucas. Die krijgt dan ook de bal. Die gaat moet zijn man voorbij, maar daar staat Levy goed op te letten voor Olympique Lyonnais. Hij levert wel een inbord op voor PSV. Waar Echenda de bal toe rent om de bal in te gaan gooien. Dan moet hij even kijken. Als de mogelijkheid is, ziet hij die 1-2-3. Nee, hij ziet niet 1-2-3, want hij staat nog steeds met de bal in te gaan. Hij heeft hij inmiddels gegooid. Maar pressen. Die ook is inmiddels op de helft van Olympique Lyonnais te winnen. Dus moet nu van hoog opletten, want daar staat een speler van uiteindelijk ook de vrije trap meekrijgt. Die muziek opleggen als het Chevy is die op de meespeler wegkomt. Dus die is een leuk aan de rechterkant. Ruimte die bij Saar, die heeft de tijd om misschien een goede voorzet te geven. Dat komt dan ook nu de voorzet komt hoog. Voor het doel kan het de bal aankomen nemen. Komt niet aan van PSV weg. En hij zit wel uiteindelijk een beetje wanneer die de bal op weet te vallen. En die doelpunt te maken die de bal heeft. Dus dat is dan wel wat de PSV nu 1-2 zou kunnen counteren. Want de bal wel sneller naar voren. Dus hier Etienne die de bal heeft naar die bal. Ziet dan ruimte bij Binnens. Die wordt dan goed verdedigd. Door Levy. Hier de stap na 8 minuten voetballen tussen Olympique Lyonnais en PSV 1-0 is in het voordeel van Olympique Lyonnais. Ik zie dat ze klaar zijn ook bij de wedstrijd tussen Steven Wiesbergers en Manchester United. Want er is geen defensie meer gewonnen, denk ik. Tegen het nieuws van 12 uur aan. Dan gaan we nog even kijken bij het veld nummer 1 bij Olympique Lyonnais. Dat voorstaat tegen PSV, die kruipt op. Waar nu op dit moment PSV een goede slijding inzet. Dat was Etienne die de slijding inzet, waardoor nu Willems kan gaan denken aan een naam. Probeer dan zijn spits Van Duiven in te spelen. Dat lukt dan half, want het is Olympique Lyonnais die over het kan nemen. Maar kijk, ze ook de vrije trap. Nee, is het Lucio die de vrije trap mee krijgt. PSV gaat even rustig, dan wordt het spel even stil leggen. Geeft wel een actie de tijd om de bal rustig op de laatste te leggen. Dus daar nu ook een aanvoering eruit gaat. Dus een aanvoering van de tweede dan is het dus in die eruit gaat. En dan denk ik daar de wissel en dan kan hij zo meteen weer afgetrapt gaan worden. We hebben hier nog 6 minuten te spelen. De PSV moet aanzetten om een punt over te houden aan deze wedstrijd. Want nu staat het 1-0 in het voordeel van Olympique Lyonnais. Dan gaan we even naar het RTVRF nieuws van 12 uur. Komen zo meteen bij je terug.
met de wedstrijd in Mandelen, dus op veld nummer 1, Olympique Lyonnais tegen de PSV. Tot zometeen. Marcel Strubbert met Nick van Radio Nederland. Het besluit over de nieuwe oeververbinding over de Maasbij Rotterdam moet worden uitgesteld. De bewonersorganisaties uit onder meer Rotterdam en de Timmerde Waard. Volgens de bewonersorganisaties zien te weinig mensen zo'n oeververbinding zitten. Ook vragen de organisaties zich af of de keuze voor één van de twee mogelijke verbindingen van verkeersproblemen zou kunnen lossen. De gezamenlijke bewonersvereniging biedt de Tweede Kamer dinsdag een petitie aan. Over de komst van de oeververbinding tot half juli van dit jaar een besluit verwacht. De politie heeft een verdachte aangehouden die zondagavond rond 7 uur een man zou hebben beschoten op de kant in Rotterdam-Engrecht. Na de schietpartij liep het slachtoffer naar huis. Thuis aangekomen ontdekte hij pas dat hij bij de schietpartij gewond was geraakt. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat aanleiding tot de schietpartij was, moet op het huis bezocht. Het is volgens de politie niet uitgesloten dat nog meer aanhoudingen volgen. Bezocht wordt ook nog bij getuigen die mogelijk iets van de schietpartij hebben gezien. Het Boefstokfestival in Rotterdam-Kralingen heeft voor het derde jaar op rij een record aantal bezoekers getrokken. Het evenement in het Kralingse Westrok ongeveer 15.000 bezoekers die regenbuien en de zware windstoten trotseerden. Tijdens het Boefstokfestival traden onder meer de Party Squad, Ding en Gio op. Die optreden zaterdagavond vielen niet ongemerkt voorbij. Milieudienst DCMR noteerde in totaal 73 klachten van geluidsoverlast, vooral uit woonwijken aan de oostkant van het Kralingse Bos. In de Londense wijk Parking is zondagmiddag een appartementencomplex volledig in brand gevlogen. Op beeld op social media was te zien dat het vuur een groot deel van het blokappartementen heeft geboest. De brandweer zette 15 bluswagens in. Meer dan 100 brandweerlieden waren nog bezig de brand te blussen. Vermoed wordt dat het vuur op een van de houten balkons van de appartementen ontstond. De bewoners waarschuwden al eerder voor de brandgevaarlijke balkons, maar naar die waarschuwing is volgens hen niet geluisterd. Het weer, komende dag vrij veel bewolking. Lokaal kunnen we regenbuien verwachten, mogelijk met onweer. Er staat een matige noordoostenwind bij een temperatuur van maximaal 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijn. Het is het sportprogramma van de IJsselregio. Tom Alderliesten. Het is 12 uur geweest. We zijn weer terug bij IJsselsport op de LOK. Radio vertellen en ook op de IJsselsport. Gaan wij terug naar veld nummer 1, naar de wedstrijd tussen Olympique Lyonnais en PSV, waar PSV toch echt krachten bij heeft gezet om nog op gelijk hoogte te komen. Want met nog 3 minuten te spelen bij Olympique Lyonnais, nog altijd door het doelpunt van Bo Hoody in, dus Olympique Lyonnais lijkt nog steeds tegen PSV. Zie je dat op veld nummer 2, Feyenoord zo weer staan, maar die is de tegenstander, dat is dankjewel Kasper, dankjewel. We komen zo meteen inderdaad terug bij jullie. Het muziek is van Avicii en SOS. I'm
Association, SOS en samen LOA Black denk ik dit. Gaan we even kijken bij de wedstrijden. Te beginnen bij Olympique Lyonnais tegen PSV. Ik op dit moment naar een leeg veldje te kijken, want in het nummer van Elvici is de wedstrijd afgelopen. PSV verlies van Olympique Lyonnais met 1-0 door een doelpunt van Bol Hoen.